in die week dat er uitgebreid gedebatteerd werd in de Tweede Kamer over het aantal IC-bedden en dat dat verhoogd moest worden en dergelijke, ging alle aandacht daar naar uit. En ondertussen stierven de mensen in de verzorgingstehuizen met, ja, als je het bij elkaar optelt, maar tientallen. Eigenlijk dus omdat niet duidelijk was door de privacywetgeving dat al die doden vielen in de verzorgingshuizen. Dat heeft heel lang geduurd voordat het naar buiten kwam. Nou, uiteindelijk na ongeveer 2 à 3 weken is een van de directeuren van zo'n zorginstelling die meerdere verzorgingstehuizen hier in de regio heeft, is echt zelf naar de minister toegestapt van: minister, alsjeblieft help me. Die heeft noodkreet geslaagd. En toen pas is op gang gekomen, de aandacht daarvoor op gang gekomen. Dit is wel heel erg, laten we dat voorop stellen. Maar om daar nou een monument voor op te stellen, nee, ben ik het helemaal niet mee eens. Nou, ik vind het een heel mooi idee van de burgemeester. Maar ik vind dat dan ook voor de verzorgenden van de bejaardenhuizen een monument gesticht moet worden. Of op 1 monument samen, want die mijnen hebben het echt heel zwaar, heel zwaar. Maar dat daar behoefte aan is, dat gevoel hebben we wel, ja.